Maakt een vliegende vlies in. Hiltje Charlesma geeft toch een beetje gas bij. Komt de laatste rechte lijn in met 2 lengte voorsprong. En zegt goodbye tegen de rest. Siske de Rat gaat met 2-3 lengte voorsprong de koers naar zich toe trekken. Wint de laatste koers met Hiltje Charlesma. Aan de binnenkant sprint Eerste Fleurier nog naar de tweede plaats. Daarachter Kasari en Dinan Confitel. Hiltje, gefeliciteerd. Dit ging wel heel makkelijk. Zo, deze ging goed, hè? Ja, van start af natuurlijk. Ja, mooi dat ik nu achter de vier, nog een zeg maar startplek 4 had. En hij vloog van huis uit. Ja, top. Met het gegeven dat Kasari makkelijk de kop over zou geven, had ik al een beetje verwacht. Maar ik had verwacht dat Dinant Confital en Jonker echt een beetje iets dichter de buurt zouden komen. Maar geen schrijverkans. Nee. Hij, Bas zegt ook, hij traint heel goed, alleen ja, net niet in de koers. En vandaag liet hij zien dat hij toch goed is. Ga gauw lekker voorrijden. Hiltje Charlesma en Siske de Rat. Meter. Start is gevallen. Paarden zijn gestart. Siske de Rat die sprint naar de leiding. Met op de tweede plaats Toeperin. En daarachter op de derde plaats aan de binnenzijde Kasari. Dat zijn de aanvoerders bij het indraaien van de eerste bocht. Op weg naar de overzijde van de baan. Is het Siske de Rat die een lengtevoorsprong heeft op Kasari. Daarachter Eerste Fleurier in derde positie. Met verder weg in het veld dan Toeperin. En aan de binnenzijde daarvan Jonker van Ettik. 3 lengte daarachter voor Dinan Confital. Halverwege de rechterlijn aan de overzijde. Siske de Rat bepaalt het tempo met Hiltje Charlesma. Op de tweede plaats is het dan Kasari. En daarachter volgt aan de buitenzijde oprijdend Toeperin. Aan de binnenzijde Eerste Fleurier gevolgd door Jonker van Ettik. En nu ook dichterbij gekomen is de nummer 2. En dat is natuurlijk Bas Krebas pupil, Dinan Confital met Fred Handelaar in de sulky. Onze veelvoudig kampioen amateur. En zo melden ze zich weer in de rechterlijn voor de tribune. Maar vooralsnog gaat duidelijk aan de leiding nummer 6, Siske de Rat. Siske de Rat een lengtevoorsprong op de tweede plaats. Daarachter volgt nog altijd Kasari. Zo gaan we dan weer de Jong-Holland-bocht in. Met op de derde plaats daarachter dan aan de buitenzijde Toeperin. Aan de binnenzijde daarvan Eerste Fleurier. Daarachter volgt dan het laatste tweetal. En het laatste tweetal bestaat uit Dinan Confital. En de laatste van het gezelschap op dit ogenblik is Jonker van Ettik. Zo zijn de paarden dan aan de overzijde van de baan. En gaan er nu weer de reguliersbocht opzoeken. En Siske de Rat die eigenlijk van start af aan al de koers bepaalt. Maar of dat lang zal duren is een open vraag. Want daar komt Dinan Confital. Die komt aan de buitenzijde naar voren. Brengt het neusje naast het neusje van de leidende Siske de Rat. En gezamenlijk gaan de paarden dan de rechterlijn voor de tribune in. Met zo dadelijk nog een ronde te gaan. Kasari dichterbij. Jonker van Ettik is ook wat naar voren gegaan. Laatste van het gezelschap is nu Toeperin. En daarvoor ligt nog Eerste Fleurier. Dat is de situatie als we de laatste ronde ingaan. Siske de Rat nog altijd de leider. Siske de Rat met schuine naast aan de buitenzijde. Als stalker Dinan Confital. Daarachter is staan de binnenzijde dan Kasari. Zo gaan we af op de overzijde van de baan. Aan de buitenzijde Jonker van Ettik. Ja, en dan zien we dat Jaap-Pieter Stal zich ingesloten weet door Bas Krebas pupillen overal. En nu moet hij gaan proberen om eruit te komen. Siske de Rat heeft een lengtevoorsprong. Aan de buitenzijde Dinan Confital. Kasari aan de binnenzijde trekt mee. En zo komen dan de laatste bocht in. Dan Jonker van Ettik. En Eerste Fleurier. En zo zijn de paarden dan in het hart van de laatste bocht. Siske de Rat nog altijd heeft vooralsnog alle concurrentie achter zich gelaten. En de vliegende vries in. Hiltje Charlesma geeft nog een beetje gas bij. Komt de laatste rechte lijn in met 2 lengtevoorsprong. En zegt goodbye tegen de rest. Siske de Rat gaat met 2-3 lengtevoorsprong de koers naar zich toe trekken. Wint de laatste koers met Hiltje Charlesma. Aan de binnenkant sprint Eerste Fleurier nog naar de tweede plaats. Daarachter Kasari en Dinan Confital.